Vandaag duik ik in de wereld van de vuurwerkliefhebbers, want morgen is het Oudejaarsdag en barst de vuurwerkgekte weer los in Nederland. Op slechts één dag in het jaar mogen ze los. Alleen kan niet iedereen tot Oudejaarsdag wachten met het afsteken. Een beetje vuurwerkfreak knalt het liefst het hele jaar rond. En dan beland je met je hobby al snel in de illegaliteit. Ze hebben messen en pepperspray. En moet je je heil zoeken in het buitenland. Voor zo'n dosis wat je nodig hebt. Wat een soort junkie ben je. Ja, vuurwerkjunkie, ja. Vuurwerkjunkie. Maar deze verslaving kan ook hele heftige gevolgen hebben. Wat bezielt de voornamelijk mannelijke vuurwerkfanaten om ieder jaar weer voor gigantische hoeveelheden en bedragen aan vuurpijlen en knallers de lucht in te schieten? Nederlanders willen graag iets mooier als een buurman. Door het afsteken van het grootste, duurste, mooiste vuurwerk ben je eigenlijk gewoon de alfa-aap van de straat. Ja, inderdaad. Jezus. Ik ben op een van de vele vuurwerkdemonstraties die worden gehouden in december. Want hoewel je vuurwerk pas mag kopen tijdens de laatste drie dagen van het jaar, staan hier weken van tevoren al 5000 man klaar. En wat ik me afvraag, zijn deze mensen hier vooral om zich te vergapen aan het mooie vuurwerk? Of kopen ze het ook? Heb je al iets gezien wat jullie mooi vinden? Ja, deze. Het kriebelt al. Ja, echt? Oh, dus je wordt al helemaal enthousiast hiervan. Je moet best wel fan van vuurwerk zijn om hier halverwege december in de regen naar vuurwerk te gaan kijken. Dan gaan we z'n allen, hè? Vertel eens dan. Wie is de hele familie. En wat vinden jullie ervan hier? Leuk. Ja? Het gaat meer om het oudjaar gewoon met z'n allen wat leuk vuurwerk af te steken, over de gezelligheid. En voor hoeveel geld kun je dan uitgeven? Ik denk dat wij ongeveer 200 euro, dat 200? Is wel genoeg. Ja. Tussen de 100 en 300 een beetje. Best wel veel. Je doet een soort van samengang. Meestal komt er familie bij mij thuis. Dan is het toch wel iets specialer. Binnen in de vuurwerkshop heb ik afgesproken met Lucas. Hij is een vuurwerkliefhebber die speciaal uit Eindhoven naar Capelle aan de IJssel is gereden voor een avond zoals deze. Hier leef ik het hele jaar naartoe. Ja. Hier leef je het hele jaar naartoe? Ja, helemaal geweldig. Ik vind het toch verbazingwekkend, want jij bent dan voor die paar uur in het jaar dat je dit mag afsteken, loop je dus al 2 weken van tevoren hier langs die schappen? Veel langer. Veel langer al? De showroom. Nou, hoe lang van tevoren ben je dan al bezig met vuurwerk? Nou, echt met kopen niet. Maar de showroom opbouwen, dat gebeurt half november zo ongeveer. Welke showroom? Deze showroom. En dan ga ik ook kijken. Vorig jaar is er voor ruim 65 miljoen de lucht in geschoten. En hoewel vuurwerk populair is, zijn er ook steeds meer tegengeluiden te horen. Zo zijn de afsteektijden ingekort en heeft 1 op de 5 gemeentes in Nederland dit jaar een vuurwerkvrije zone. Maar ondanks deze beperkingen lijkt de liefde voor vuurwerk onverminderd bij de echte vuurwerkliefhebber. En hoeveel geef je dan uit per jaar aan vuurwerk? Moet dat gezegd worden? Ja. Ja, vind je dat nodig? Nee, maar ja, ik mag het toch vragen. Ja, heel veel duizend euro's. Maar ben je vuurwerk verslaafd? Nee, zeker niet. Als je nou ergens staat en het mooiste vuurwerk denkbaar gaat de lucht in, en jij voelt dat en jij kijkt daarna, waar is dat mee te vergelijken? Misschien is het nog wel benaderd het een orgasme. Daar krijg je een kick van. Dus kijken naar dat vuurwerk is hetzelfde gevoel een beetje als het hebben van een heel goed orgasme. Nee, maar zo ver gaat het soms wel. Ja. Lucas mag dan een van de extremen zijn, maar als al deze mensen zo van vuurwerk houden, dan moet dat toch wel iets speciaals zijn. Ik bekijk welke soorten vuurwerk populair zijn en vind vooral heel veel illegaal vuurwerk. Hier strijkers, vlinders, nitraatklappers, mortieren. Waarom zou je dit allemaal gaan kopen, joh? Dit soort vuurwerk is enorm populair in Nederland, maar je kan het vreemd genoeg nergens kopen. Hoe zit dat? Vuurwerk wordt als illegaal beschouwd als er te veel kruid in zit en als ze te hard knallen. Ja, dat is logisch. Dus dan is het eigenlijk gewoon te zwaar geschud. Het meest illegale vuurwerk komt oorspronkelijk uit China. Voor Nederlanders is België echter het meest bereikbare land om vuurwerk te halen.
En dus ga ik naar België. Want hier kun je het hele jaar door vuurwerk kopen. En het is ook nog eens een tandje zwaarder. Oké, hier ben ik in Nederland. En hier ben ik in België. Dit is eigenlijk het mekka van de vuurwerkliefhebber. Je kan hier dus heel zwaar geschut kopen. Wat daar in Nederland hartstikke illegaal is. Nou, er komen hier dus ook ontzettend veel Nederlanders om dat spul te kopen. Nou, hoe ze dat kopen is niet zo moeilijk, want dat is hier overal verkrijgbaar. Maar als je naar daar gaat, naar Nederland, dan loop je heel veel risico. Je krijgt namelijk een boete of een strafblad. Dus waarom zou je dat willen? Ik bezoek een van de vele vuurwerkwinkels. Hi. En opvallend genoeg zijn zowel de mensen voor als achter de toonbank vaak Nederlanders. Je kan in Nederland ook vuurwerk kopen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En toch rij je helemaal naar België. Ja. Zoontje is 9, dus die mag het zelf niet afsteken. Maar die is wel helemaal gefascineerd door vuurwerk. Hier kan ik vuurwerk vinden wat ik bij ons niet heb. Dat gaat echt een stuk harder. Dus je wil eigenlijk het wat zwaardere vuurwerk hier kopen? Ja, ik kom voor de hardere knallers hier. Ja, ik vind dat een verantwoord idee voor een kind van 9. Ja, maar dat is met alles met vuurwerk. Hè, van hoe ga je ermee om? Ja. Hè, van, met de hamer kun je een spijker in de muur slaan. Maar ook iemand zijn hasses. Maar jij doet nu net alsof het alleen maar die jongetjes zijn die dat zo leuk vinden. Maar volgens mij vind je het zelf ook hartstikke leuk. Ja, ik heb zelf ontzettend hekel aan vuurwerk. Nee, dat echt? Zie je wel, hè? Ja, ja, zie je. Maar jij krijgt dus ook... Stel je voor, je steekt dat straks af. Het knalt, het gaat de lucht in. Wat voor gevoel geeft het jou dan? Nou, ik vind het heel leuk. En ook die lucht met name, hè? De geur, hè, van vuurwerk. Maar is het dan de geur alsof je in een combat zit? Of heeft het iets militairs? Of nee, is het... Nee. Het complete plaatje, de complete ambiance. Je steekt vuurwerk af, je doet iets wat een beetje gevaarlijk is. Het is dus toch spannend. Het is 's avonds, het is donker. Nou, door die rook wordt het lekker een beetje mistig. Die geur erbij, ja, complete ambiance. Het mag maar één keer per jaar, dus het is heel speciaal. En het komt ieder jaar terug. En iedere keer wil je toch weer vuurwerk afsteken. Nou, Nederlands blijven Nederlands. Je wil graag iets mooier als de buurman. En dan vinden ze dan kicken als ze over de buurman heen komen met hun vuurwerk. Ja. Goed, deze kruiddampen en harde knallen zouden dus samen moeten zorgen voor een soort orgastisch gevoel. Maar ik voel het nog niet. Patrick is psycholoog en onderzocht het gedrag van de vuurwerkliefhebber. Nou, misschien weet hij dan hoe het zit. Als je mensen zal vragen waarom ze het vuurwerk zo leuk vinden, dan zullen ze zeggen dat ze het mooi vinden. Dat ze het gaaf vinden dat die knal zo hard is. Terwijl eigenlijk zijn er wel dingen die daaronder liggen. Het creëert een gevoel van eigenwaarde. Het creëert eigenlijk een stukje van jezelf in dat vuur. Je kunt laten zien wie je bent. Vergelijk het met een pauw die zijn veren laat zien. Zo steek je dan ook het vuurwerk af. En dat geeft een gevoel van eigenwaarde, van iets betekenen, van iets kunnen voorstellen in de buurt om je heen. Dus je bent eigenlijk door het afsteken van het grootste, duurste, mooiste vuurwerk, ben je eigenlijk gewoon de alfa-aap van de straat. Ja, inderdaad. Maar wat hier legaal is, is bij ons in Nederland illegaal. Dus op het moment dat je de grens overgaat, loop je het risico dat je gepakt wordt en dat alles afgepakt wordt, op zijn minst. Ja, dat is ook zo. En dat risico neem jij. Ja, natuurlijk mag het niet. En natuurlijk betekent dat ook dat je een boete kan krijgen. Maar hoe groot is die kans en hoe erg is het dan als dat een keer gebeurt? Ja. Maar als ik dit gevoel nou ook wil krijgen wat jullie hebben, wat moet ik dan doen? Ja, dat gaat niet lukken. Hoezo gaat dat niet lukken? Oh, jawel, hoor. Dat weet je toch niet? Ik weet zeker, als jij hier nou vuurwerk zou kopen en je zou terug naar huis rijden, dat je toch een bepaalde spanning hebt van hey, ik doe iets wat eigenlijk niet mag. Nou, kom maar dan. Ik heb pinpas. Wat moet ik hebben dan? Ja, ik werk daar nog nooit meer dan een rotje en een dingetje af en een sterretje afgestoken. Nou, dan zou ik iets moois samen gaan stellen. Ja. Ja, denk jij, omdat ik gelakte nagels heb, dat ik dat gevoel niet kan krijgen? Dat zullen we nog wel eens zien. Kijk eens, een mooi setje. Dit is een beetje van vroeger. Ja. Een beetje old-fashioned, strijkers. Mensen komen tegenwoordig voor nitraten en vlinders, omdat het harder gaat dan strijkers. Oké, dan moet ik dat hebben. Dit zijn nitraten. Maar deze bijvoorbeeld, dit is wel de crème de la crème van het vuurwerk uit België. Maar heeft het niet ook iets heel kinderachtigs? Want het is een beetje alsof je oorlogje speelt, maar dan met een soort van op de kermis of zo. Ik vind het geen kinderachtig iets. Het is juist niet voor kinderen. Of het kinderachtig noemt of het kind in jou wat mag spelen. Ik denk dat het daar wel erg veel mee te maken heeft. Maar vind is ook geen oordeel. Ik veroordeel het ook helemaal niet, hè? Ik kom zelf de 31ste thuis na 4 maanden intensief vuurwerk werken. Ik ga mijn vuurwerkshow opbouwen. Ik steek mijn vuurwerk af. Dat is voor mij een soort van ontlading. Half het dorp loopt uit om te komen kijken naar mijn vuurwerkshow. En dan waarderen ze dan met een groot applaus. Ja, dat is gewoon een kick. Wauw, ik wil dat ook. Ja, nou. Wow.
Dit is een mat van Chinese vlinders. Van 120 meter. Dit is dus echt vuurwerk. Als je gewoon je kopje erbij houdt en het normaal gebruikt zoals het zou moeten. Zit een bijsluiter bij? Zit een bijsluiter bij, gebruiksaanwijzing. Dan kan er niks misgaan. En hoe duur is dit? Deze is 169 euro. Oh, dat is wel heel duur. Maar ik heb ook nog een 10 meter versie en die is 15 euro. Het principe is hetzelfde. Nou, dit zijn gewoon vuurpijlen. Alleen in Nederland mogen ze maximaal 40 gram kruid bevatten. En hier zit 75 in. En hoe duur is dit? Deze is 40 euro. Zal ik dan die van 15 doen en die van 40 en dan nog iets erbij of zo? Deze? En dan nou ja, iets waarvan jij denkt dat ik dat gevoel krijg. Dan pak ik deze en dan pak ik even die kleine versie. Dat mag niet van de publieke omroep. Dat komt helemaal op. Is het eigenlijk zo? Dit is dezelfde als net, alleen een iets kortere versie. Kan ik dit ook nu aansteken hier buiten gewoon? In België mag je het sowieso nooit afsteken. Oh, mag ik helemaal niet afsteken hier? In België mag je het nooit afsteken. En als je het momenteel in Nederland afsteekt, is het vrij risico natuurlijk. Want dan? Je mag in Nederland niks afsteken, maar alleen de laatste dag van het jaar. Maar wat zijn de consequenties daarvan als je het wel doet? Dan riskeer je een boete, denk ik, voor het verstoren van de openbare orde. Oh ja. En met wat ik nu gekocht heb, verstoor je hem ook wel, denk ik. Denk ik ook. Ja. Oké. Dankjewel, hè. Bedankt. Dankjewel. Doei, hè. Doei. Nu heb ik een hele tas met vuurwerk. Alleen maar vanuit het idee dat ik eigenlijk ook ga proberen te voelen wat deze mannen voelen. Want hij verwoordde dat natuurlijk prachtig. Hij zei, nee, het is niet kinderachtig. Zo kan je het noemen. Het kind in jou komt los. Je mag eigenlijk lekker spelen. En dat is natuurlijk gewoon wat het is. Dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je dat kunt ervaren. Alleen ik voel het dus niet. Maar misschien dat dat nog komt met dit pakket. Of ik eindig met twee vingers aan mijn rechterhand. Dat kan ook. Nou, jongens. En ook op internet weten vuurwerkfanaten de weg naar illegaal vuurwerk prima te vinden. En het laat ze graag zien, maar dan wel anoniem. Vandaag unboxen wij een pakketje uit de top. 23,5 gram joekels, 12 shells voor 16 euro. De politie houdt regelmatig controles, maar dit lijkt de echte vuurwerkfanaten niet bepaald af te schrikken. Deze bom, als die in de mensenmassa explodeert, dan heb je veel gewonden. En misschien wel veel doden. Ik vraag psycholoog Patrick hoe het komt dat ondanks de strengere wetgeving de liefde voor illegaal vuurwerk niet afneemt. Het is een vrijheid die ze ervaren en als je ze daarop wil inperken, dan gaan ze zich ofwel recalcitrant gedragen ten opzichte van dat verbod. Of ze gaan elders eigenlijk in andere gedragingen zoeken naar dingen die eigenlijk niet mogen. Vandaar dat je ook ziet dat als je het wil inperken in Nederland, dat er eigenlijk alleen maar meer illegaal vuurwerk bij komt. Ieder jaar worden de knallen harder, ieder jaar wordt het zwaarder, ieder jaar wordt het erger. Dat zal met meerdere factoren te maken hebben, maar er zit ook een deel reactie op dat verbod in. Mensen kiezen er juist vanwege het verbod voor om nog een stapje erbovenop te doen. Ongeveer 8000 kilo illegaal vuurwerk wordt onderschept. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Naast illegaal vuurwerk uit België en pakketten via de post uit het buitenland, blijkt er ook een illegaal circuit aan handel in Nederland te zijn. Twee jonge handelaren willen wel met me praten, mits ze onherkenbaar in beeld komen. Je moet het ergens zijn. Op hun 15e zaten ze al diep in de illegale handel. En 15 jaar klinkt misschien onschuldig, maar is dat eigenlijk wel zo? Hi, hi. Ja. Waar zijn jullie? Wij zitten tussen de Rijnlanden. Tot zo, kom maar aan. Ja. Oké. Lauren. Hi. Lauren, hi. Jullie zijn illegale vuurwerkhandelaren. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat? Je verkoopt in principe het illegale vuurwerk van. Maar je moet er ook wel een beetje een passie voor hebben voor het vuurwerk zelf. Want wij zijn al jaren bezig geweest met het opzoeken van nieuwe vuurwerk vroeg van tevoren. En altijd nieuwe dingetjes halen en kopen en weer afsteken, testen, doorverkopen. En ja, als je met je hobby geld kan maken, dan is het alleen maar leuk. Hoe werkt het dan? We hebben best wel veel contactpersonen in Duitsland, waar we dan met een bus naartoe rijden. En dan geven we daar onze bus af, de grens over. Die laten we daar vullen, vol met vuurwerk. Van nitraten tot echt grote bommen. En dan is het in principe over de Nederlandse grens en wij zullen terug naar huis rijden. Maar hoe komt een middelbare scholier dan in het illegale vuurwerkcircuit terecht? Ik ben met een jongen die een website had opgericht om vuurwerk te verkopen, ben ik in aanraking gekomen. En dat ging op een gegeven moment. Ze hadden ook een omzet van bijna 30.000 euro in de maand. En ik ben echt een baan. Ja, eigenlijk wel. Ja.
toen op een gegeven moment gingen ze daar nog andere dingen op die website verkopen, zoals drugs en wapens. Toen dacht ik op een gegeven moment van... Sorry, mag ik even terugspoelen? Maar wacht even, dit er nog over vuurwerk. Ja, ja, ja. Is natuurlijk niet zo onschuldig, maar het klinkt nog voor mij een beetje onschuldig. Ja. Dat is het eigenlijk niet, hè? Nee. Ik ga vuurwerk, nee. Nee, nee. Maar nu komen ook nog drugs en wapens bij. Nu ja, het wel een soort van... Dat is eigenlijk het punt geweest waarop ik heb gezegd, nou, ik stop hiermee, want dat wordt me te gek. En toen, ja, een paar maanden later eigenlijk, toen stond er ineens politie voor mijn deur, een stuk of 8 man. Toen ben ik in eerste instantie nog naar mijn kamer toe gerend om vuurwerk weg te halen daar. Ik ben naar mijn ouders balkon gerend en dat heb ik daar uit het raam gegooid naar de buren toe. Maar je woont nog bij je ouders? Ja, ja, nog steeds, ja. Ja, ik ben net 18, dus... mijn ouders wisten dat ook niet. Die hebben dat eigenlijk al die jaren nooit geweten. Die wisten dat helemaal niet, nee, je ouders? Nee, nee. Dus ja, vanaf dat moment heb ik 4 dagen tijd doorgebracht op de politiebureau. Ja, toen ben ik daarna gelijk weer mee begonnen. Oh, je bent gewoon weer verder gegaan? Ja, ja, wel minder groot. Toen hebben ze weer mijn huis leeggehaald. Het jaar daarop eigenlijk weer. Toen hebben ze 40 pakken nitraat in beslag genomen. Ja, dat was wel zonde, maar voor de rest ook geen problemen mee gehad. Nooit iets van gehoord, geen taakstraf, niks, geen boete. Dus ik heb eigenlijk al die jaren geluk gehad. Ja, nu ben ik meerderjarig, dus nu pas ik wel wat meer op. En jij woont nu nog steeds bij je ouders? Ja. En er ligt daar nog steeds vuurwerk? Ja, er ligt nu nog steeds wat vuurwerk, ja. Terug naar psycholoog Patrick. Want als een middelbare scholier 30.000 euro met vuurwerk verdient, kunnen we concluderen dat er veel vraag naar is. Waarom blijft dat illegale vuurwerk nou zo trekken? Ik herken dat principe van iets willen doen wat niet mag. Maar waarom is dat eigenlijk? Alles wat we doen wat eigenlijk niet mag, dat levert in ons brein bepaalde prettige stofjes op. Voorbeelden zijn dopamine en endorfine. Ja. Dopamine, dat komt vooral vrij op het moment dat je een prettige ervaring hebt met iets dat je goed kan, iets dat je net niet mag doen, iets dat je weet te bereiken na een risico dat je hebt genomen. Dat is eigenlijk een beloning vanuit de hersenen van, goh, goed gedaan, ga hiermee door. Dus dat voelt lekker? Dat voelt heerlijk, ja. Maar je kan dat ook gaan doen met iets wat helemaal niet goed voor je is. Ja, en dat is nou juist, op het moment dat je iets doet wat eigenlijk niet mag, dat is spannend, dat levert wat risico op. En wanneer je dat lukt, dan krijg je eigenlijk opluchting plus dat prettige gevoel van die dopamine, waardoor dat ken ik wel. Je nog prettiger gevoel krijgt. Maar moet je ook steeds een stukje verder gaan om die dopamine weer te krijgen? Ja, omdat je dus jezelf steeds wilt verbeteren en versterken. Dan zal je zien dat je steeds meer vuurwerk gaat kopen, steeds zwaarder vuurwerk, steeds mooier vuurwerk. Zodat je iedere keer eigenlijk jezelf weer kunt verrassen en de rest kunt imponeren. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed, het gaat dus om jezelf, maar ook om de hele straat te overtreffen met jouw vuurwerk. Dat steeds maar groter, harder en mooier moet zijn. Maar als jonge vuurwerkliefhebber neem je natuurlijk geen genoegen met alleen het publiek op straat. Wauw, maar deze gast die noemt zichzelf dus vuurvent. En hij heeft dus een heel kanaal wat alleen maar gaat over vuurwerk, knallers, strijkers, lichteffecten. En het wordt nog best wel goed bekeken ook. Cobra 8. Luc, oftewel vuurvent, is een grote naam in de vuurwerkscene. Hij reist heel Europa door voor vuurwerkfestivals. Om het nieuwste vuurwerk te checken en het af te steken. En dit alles legt hij vast in zijn vlogs. En inmiddels heeft hij al meer dan 10.000 volgers. Nou. Hi. Hey, goedenavond. Lauren. Luc. Jij bent vuurvent. Wij in de rechten. Kijk, wat was de allereerste grote vuurwerkding wat je ooit afgestoken hebt? Weet je dat nog? Strijkers dan. Ja, een supervlinder op een gegeven moment. Toen was ik 12 voor me, ik was een supervlinder. Dus. Dat vond je heel leuk? Ja, dat vond ik leuk. Dat gaf een kick natuurlijk. Hè. Eerste keer illegaal vuurwerk. Was het ook illegaal? Dat was illegaal vuurwerk, ja. Maar was je pas 12? Toen was ik 12, ja. Dat klopt. Hoe kom je nou op je 12e aan illegaal vuurwerk dan? Op school kon je natuurlijk hoop krijgen natuurlijk. Je hebt altijd wel mensen die wat hebben. Er zit altijd wel op elke school zit wel iemand die wat vuurwerk verkoopt of haalt. Maar zit je eigenlijk nog op de lagere school? En dan ga je dus al op zoek naar illegaal vuurwerk, omdat het gewone vuurwerk dus niet zwaar genoeg is. Nou, qua knal hebben we in Nederland eigenlijk helemaal niks wat hard is. Een rotje. Wat is een rotje nou? Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. En je woont hier met je ouders? Ja, klopt. Maar wat vinden die ervan dan? Ja, die hebben liever dat ik een andere hobby heb. Maar ja, het zit eenmaal in me, hè? Dus dan gaat het er niet meer uit. Of lastig eruit. Je kan je aan gaan passen natuurlijk, want ik heb natuurlijk problemen gehad ermee. Wat voor problemen? Nou, inval thuis gehad met de politie. Dus illegaal vuurwerk. In bezit zijn van illegaal vuurwerk.
En waar had je het neergelegd? Onder mijn bed. Onder je bed? Ja. Jezus, wat dom. Ja, jammer. Helaas. Maar ja, in ieder geval, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nou in het buitenland mijn hobby verder uitoefen. Dus in Nederland doe ik niks meer met illegaal vuurwerk. Heb je boete gekregen? Nee. Dat doet er niet toe. Ben je opgepakt? Nee, dat doet er niet toe. Dat wil je niet over hebben? Nee, daar wil ik het niet over hebben. Ik zie dat onder zijn bed liggen. Onder het bed, zei je toch? Ja. Nou, jongens, er ligt echt helemaal niks. En zoals je ziet, staan allemaal dummies op de kast. Dat is allemaal nepvuurwerk. Deze is eigenlijk een 12-inch cel. Dit weegt een halve kilo misschien. Nee, genees. Maar in het echt weegt deze 13 kilo. Ja. En dan lig je dus in je bed en dan word je 's ochtends wakker... en dan kijk je uit op je vuurwerkdummies. Ja. En dan, wat denk je dan? Dat doet iets met me. Het is hartstikke leuk. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk om zulke soort vuurwerk af te steken. Dus het herinnert je toch wel aan ja, die tijd, zeg maar, die ik hier heb gehad met dat vuurwerk. Straks neemt vuurvent Luc mij mee naar de illegale vuurwerkmarkt in Polen. Wat wil jij hebben? Tuurlijk wil ik dat hebben. En steken we het zwaarste vuurwerk van Europa af. Jezus. Maar eerst ga ik naar een andere grote naam uit de vuurwerkwereld. Op dit zwaar beveiligde terrein in België werkt Christophe. De vuurwerkexpert van Europa. Hallo. Komt u binnen. Zijn beroep is de natte droom van elke vuurwerkfreak. Zwaar vuurwerk is voor hem dagelijkse kost, maar voor anderen illegaal. Want wat de vuurwerkfanaat onder zijn bed bewaart, slaat deze expert op in speciale bunkers. Je mag hier zeker niet roken. Liever niet. Liever niet. Nou, kijk wel uit. Ik ben 20 jaar met vuurwerk bezig en toch heb ik er nog altijd schrik van. En ik denk dat dat de beste... Ik onderschat het zo. Hoe erg kan het nou zijn, denk nou, ik dan? Er zit heel wat explosief materiaal in. Als je ziet hoe groot de explosies soms in de lucht zijn, dat wil je niet meemaken als je dat in je hand houdt. Het is eigenlijk een soort half moordwapen. Zeker, ja. Een half... een volledig moordwapen, zeg je. Christophe staat zelfs als professional huiverig tegenover vuurwerk. Hoe zou die dan denken over het vuurwerk dat ik als amateur heb gekocht in die Belgische vuurwerkshop? Oké. Eerste reactie. Dit zijn nitraatbommetjes of ja, knallers, ja. Vuurpijlen met veel te grote bollen erop. En als je nou als Nederlandse puber een paar van die shells onder je bed bewaart, is dat gevaarlijk? Tuurlijk, ja. Afhankelijk van hoeveel dat daar ligt, maar het Hanse huis kan wel weg zijn. Of de dakverdiep. Ik denk dat er al genoeg voorbeelden zijn van ja, huizen die de helft de lucht in vliegen. Hoor. En dan ga ik mee met de illegale handelaren om hun voorraad van die dag te bekijken. Volgens vuurwerkexpert Christophe moet je vuurwerk no way onder je bed bewaren. Ja, je kan je afvragen of de garage van je ouders, die verder van niks weten, veel beter is. Zoals je lawinepijlen vinders. Wat hier eigenlijk? En dit is een heel zwaar geschut, of niet? Ja, het zijn sowieso de zwaarste die wij hebben liggen. En dat zijn wel flink. Wat doet dit dan? Ja, het is eigenlijk gewoon een knal. Een hele harde knal. Wauw. Ja, het is echt eigenlijk een jongensding. Ik zie er ook heel weinig meisjes die ermee bezig zijn. Ja? Dus ja, ik denk dat het wel geen vrouwelijke klanten. Een jongensding is. Nee, eigenlijk niet. Nee. En wat kost het dan, één zo'n ding? Dat is één klap voor 10 euro. Hey, en wat voor klanten hebben jullie dan? Ja, dat zijn vooral jongeren van onze leeftijd. Iets ja? Vaak. Ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel gekke klanten hebt of zo. Of... Reptiels. Ja. Wat zijn dat dan? Wat bedoel je ermee? Reptiels zijn gewoon mensen die komen opdagen zonder geld. En die weten dat je vuurwerk bij je hebt. En zodra ze zien of weten dat je het vuurwerk er is... Dan komen ze met wapens of dingen op je af om het toch af te kunnen pakken. En dan voor eigen verkoop of eigen gebruik door te gebruiken. En soms gaat het dan om duizenden euro's te gaan. Of net geld. En dat gebeurt? Ja, dat geldt ook. Net 50 euro. Zeker. Dat is ook de reden dat we eigenlijk... Maar dit gebeurt ook bij jullie? Ja. Maar waarom zoveel stress voor een paar duizend euro te verdienen? Dat is toch niet alleen het handelen, maar het is ook gewoon vooral dat we zelf het vuurwerk kunnen hebben. Dat we het zelf af kunnen steken. Gewoon die kick. Die daarbij hoort. Als ik het verhaal zo hoor, denk ik ook bijna van de kick zit misschien ook wel een beetje in dat het gewoon niet mag.
Ja, natuurlijk. En dat het risico er een beetje in zit. Ja, is dat het niet ook? Ja, dat is het ook zeker. Ja. Maar dit ziet er best wel onschuldig uit, vind ik. Maar is het een bedrog? Het is eigenlijk bedrog, ja. Ja? Ja, we kunnen het misschien wel even wat laten zien. Kan dat hier op de stoep? Nee. Nou ja, dan liggen de auto's, de ruiten van de auto's, die liggen er in ieder geval uit. Vergeleken bij wat deze illegale handelaar in hun garage hebben liggen, lijkt mijn aangeschafte vuurwerk misschien wel kinderspel. Ik ben 20 jaar professioneel met vuurwerk bezig. En ik heb nog nooit in mijn leven dit afgeschoten. Dus ik ga het ook niet doen, nee. Ik ben daar principieel tegen klein knalvuurwerk dat je in de hand moet houden en dan afschiet en weggooien. Er zijn al heel veel accidenten mee gebeurd, ongelukken. Vingers eraf. Ja. En ik, dus ik gebruik het zelf niet. En, jij vindt dit gevaarlijk? Ik vind dit persoonlijk gevaarlijk, ja. En die dan? Dat ziet er toch ook leuk uit? Ja. Die stokken die kunnen, als die terug naar beneden komen, kunnen die schade berokken aan mijn eigen terrein of wagens of zo. Dus dat kan ook niet? Liever niet. Ja. Dus dit is mij iets te gevaarlijk. Dit vind ik een goed idee om dat te gaan afschieten. En het is een mooi effect. Oké, laten we dan deze doen. Ja. En deze. Ja, dat, ja. Uiteindelijk blijft er van mijn onschuldig uitziende Belgische buit niet zoveel over, want Christophe wil zijn en mijn vingers niet branden aan het toch wel zware vuurwerk. Want hiermee kan het heel erg misgaan. Hier, vuurwerkslachtoffer Dani uit Den Bosch verloor op 7 november zijn hand. Hij heeft een cobra afgestoken. Zie je, de cobra staat op de lijst met verboden vuurwerk en heeft bijna 30 tot 50 keer meer lading dan het Nederlandse vuurwerk. Maar wie geeft een jongetje van 12 dit vuurwerk dan ook? Oh, hier, joh, dit is een Facebook van een jongen, hij heet Martijn. Aan de ene kant staat hij echt met een heel verbrand gezicht en daarna weer een normale foto. En wat is er gebeurd dan? Yes. Hey Martijn, wat was er nou precies gebeurd? Je hebt een vuurwerkpot. Een pot, ja? Dozen met waar pijls uitkomen en komen er 20 van die dingen uit en die knallen in de lucht uit elkaar, zeg maar. Ja? En er zitten twee lonten aan. En ik met mijn domme kop denk van ja, oké, die moet je tegelijk aansteken. Ja, dat is niet echt heel slim achteraf. Nou, zodra mij lont voor vlam vatten, begint die pot te knallen. Ja, en toen zat ik nog met mijn... Met je hoofd erboven? Ja, te kloten met dat ding, zeg maar. De dreun heeft een hele zwelling veroorzaakt en die vlammen hebben allemaal brandwonden veroorzaakt en wimpers weg, wenkbrauwen weg, dat soort dingen. Ja, en dan reed je naar binnen, ja, dan weet je ook niet meer wat je moet doen. Misschien ben je wel een hap uit je gezicht of ben je blind of is je zicht voor de rest van je leven verpest. Ja, maar dat voel je niet en dat zie je niet op zo'n moment. Amper je ogen open doen. Maar wat heb je afgestoken? Was het gewoon in Nederland legaal vuurwerk of was het een illegale knaller? Nee, het was vuurwerk uit België. Het was illegaal vuurwerk? Ja, wist iemand via waar je dat kon krijgen. Nou, wij dachten, nou, dan halen we wat van die mooie potten, weet je, dat zal vast een stuk toffer eruit zien dan zo'n stomme Hollandse pijl, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat je sinds 2014 geen vuurwerk meer kunt zien. Laat staan kopen, of is dat niet waar? Ja, nee, ik heb daarna nog wel vuurwerk afgestoken. Niet die avond, hoor. Hey, dankjewel, hè. Ja, jij ook. Ik ga mee met de illegale handelaren om mortieren af te steken die zwaarder zijn dan die uit de bunkers van vuurwerkexpert Christophe. En ik ben benieuwd of ik net als de jongens een kick ga krijgen van de harde klap. Maar ja, door het verhaal van Martijn en de voorzichtige opstelling van Christophe begin ik nu wel in te zien dat het onschuldig ogende vuurwerk toch wel linke soep kan zijn. Maar jongens, moeten we nou ook heel hard wegrennen? Zometeen? Ja. En wat als je nou niet wegrent? Dan Als je hiernaast blijft staan, overleef je dat niet in ieder geval. Echt? Ja. Ik ga een klein stukje naar achteren. Ja. Ja, zo is prima. Ja? Ja. Jongens, moet ik niet nog verder naar achteren? Oké, dus dit is de knal. Ja, dit is de knal, ja. Aha. Wat voelen jullie nou je dit hebt afgestoken? Gewoon dat
een veel harder klap dan het vuurwerk wat in Nederland te verkrijgen is. De harde klap vind ik geweldig. De harde klap vind je geweldig? Ja. Maar dat is natuurlijk wel het kenmerk van een vuurwerkliefhebber. Ja, klopt. Ja, puur om die knal, puur om die harde knal. Dat is het gewoon. Dat maakt het gewoon waarom het leuk is. Jullie mannen zijn zo raar. Ja. Echt zo raar. Hey, hebben jullie ook vriendinnetjes? Nee, ik kan me wel eens meer voorstellen. Nee, hoor, grapje. Luc, oftewel vuurvent, houdt ook van het zware werk en steekt graag mortierbommen af, maar doet hij niet meer in Nederland. Ik ben onderweg met hem naar Polen, want daar kan hij onbelemmerd zwaar vuurwerk kopen, afsteken en natuurlijk allemaal filmen voor zijn YouTube-kanaal. We zijn al best wel een tijdje op pad om daarheen te gaan. Ja, dat is zo. Dan moet wel ongelooflijk bijzonder zijn wat wij gaan aantreffen. Ja, natuurlijk. Lekkere zware knallen. Ja, je bereikt alles kunnen krijgen. Sigaretten, tabak, vuurwerk, wapens, allerlei dingen. Ook wapens? Ook wapens, tasers, dat soort dingen hebben ze verkopen ze er. Maar is het een soort criminele markt? Je moet het eigenlijk zien als een soort van zwarte markt. Kijk, daar zijn de regels veel soepeler dan in Nederland. Want in Nederland mag dit totaal niet. Hey, en wat is het plan dan? Gaan we nu vuurwerk kopen en dat dan meenemen terug naar Nederland? Nee, toch? Nee, dat gaan we niet doen. Dat is niet de bedoeling. Want dat kan natuurlijk niet. Nee, natuurlijk kan dat niet. Want stel, ze hebben controle bij de Duitse grens. Daar staan ook beste straffen op. Maximaal 3 jaar gevangenisstraf. 3 jaar? Ja. Oké, we zijn 8 uur onderweg bijna. Om straks vuurwerk te gaan afsteken en dan met lege handen weer terug naar Nederland te gaan. Ja. Why? Nou, gewoon om lekker te genieten van het vuurwerk. Maar voor hoeveel geld ga je dan vuurwerk kopen? En hoe lang duurt het dan voordat al het vuurwerk in de lucht is? Ja, voor €600 of zo. En dat kan binnen 2 uur op zijn. Oké, maar dat bedoel ik dus. Want daar kun je dus ook van op vakantie. Het is gewoon een mannenvakantietje. Als je een liefhebber bent of het zit in je, kijk, dan heb je in 1 keer in het jaar niet genoeg. Dus dan kom je niet meer aan je, hoe noem je dat? Je shot. Ja, eigenlijk wel. Een soort van dosis wat je nodig hebt. Met een soort junkie ben je. Ja, vuurwerkjunkie, ja. Vuurwerkjunkie. Vuurwerkexpert Christophe laat me nog even zien hoe ik het zware vuurwerk uit België moet afsteken. En dit gaat wel met iets meer beleid dan bij de illegale handelaar op de hei. Kan ik het doen? Jij kan het doen, ja. En dan, zo hard als je kunt wegrennen. Ja. Rennen! En niet vergeten te kijken. Oh, ja. Wow. Ah, dit is wel mooi, hoor. Oh, ik krijg helemaal een autonoom gevoel. Leuk? Echt onwijs mooi. Ik krijg helemaal het autonoom gevoel en ik vind het echt romantisch. Al die kleurtjes in de lucht en... Ja. Ja, dat vond ik echt wel leuk. Ik viel me niet tegen. Die volgende. Dat is een tractor, die moet je op de grond leggen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ga jij maar naar ginder en we gaan van hier aansteken. We hebben nu wel een probleem, want de lont is eruit gevallen. Kijk. En nu? Ja, en nu, dit kan je echt niet afschieten. Nu. En als je dit zou gaan afschieten, dan is het onmiddellijk weg. Maar dat is eigenlijk heel gevaarlijk, want ik, als jij er niet bij was geweest, had nu gedacht dat ik dit nu had moeten aansteken. Ja, dat is een van de gevaren nu. En als je het bijvoorbeeld zou vasthouden, zoals nu, en aansteken, dan een vinger kwijt. En als je het op de laatste vasthoudt, dan heb je waarschijnlijk je hand kwijt. Maar daar kunnen we dus ook niet een los lontje aan vastmaken? Dat mag niet, hè. Nou, dat is ook stom. Maar, Christophe, het goede nieuws is dat we er 2 van deze hebben. Dat is prima. Ik hou het wel vast. Ja. Ga ik, hè? Ja, oké. Okay. Ik ben alvast aan de goede richting uit. Aan. Ja, dat is wat bij jullie zo... Oorlogsgeweld. Dat is wat bij jullie nogthans zo populair is. In professioneel vuurwerk moet een knallen zitten, maar dit vind ik niet echt meer geschikt voor particulier gebruik. Dit vind ik helemaal niet maar vrolijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Dat wordt... De mannen in de winkel zeiden tegen mij, het geeft mij een soort adrenaline. Het geeft me een gevoel dat ik iets doe wat niet mag. Het is weer een jongetje in me, het kleine jongetje in mij wat tot leven komt.
Herken jij dat ook? Als je er zoveel mee bezig bent, en dan besef je maar al te goed wat de gevaren zijn van vuurwerk. De kracht wordt heel dikwijls onderschat van vuurwerk. Maar juist voor het krachtige vuurwerk reist YouTuber Luc helemaal af naar Polen. Ik ga met hem mee naar de Zwarte Markt, waar hij zijn liefde voor zwaar vuurwerk niet hoeft te verbergen. Onze camera's moeten we wel verstoppen. Oké. Nou, ik neem dit hele lelijke tasje mee. Niet als fashion statement, maar wel omdat hier zit een klein cameraatje. En daar gaan we mee filmen. Want waarom mogen we eigenlijk niet filmen op die markt met die grote camera? Als je filmt, dan worden ze kwaad. Dus. Dat is jouw ervaring? Ja, dat is mijn ervaring. Heb je dat geprobeerd al? Ik heb het toen geprobeerd. Oké. Laten we gaan? Vamos. Ja. En na al dat gepraat over het Poolse vuurwerk ga ik het dan eindelijk met eigen ogen zien. Voor Luc is dit allemaal bekend terrein. Hier draait het allemaal om. En daar verkeer op terrein. Maar wat zou er met hem gebeuren als hij straks in deze Poolse snoepwinkel staat? Ja, we gaan even uitzoeken. Hoeveel is het? 50 euro. Komt het goed? Zie normaal. Wat heb je nu gepakt? Een big boy. Het is een grondsnaller. Steek je aan en je maakt dat je wegkomt. En die knalt gewoon onwijs hard. Een crazy bang. Maar dan met die dubbele 7 klappen erop. Het knalt ook hard. Dan hebben we deze. De Barracuda Strong. Die is nieuw. Ik heb geen idee. Volgens mij zit het 200 gram. Maar dat weet ik niet zeker. Ze hebben messen en pepperspray. Elektroproppen. Dit ziet eruit als echt een officiële bom. Wij hoorden niet in Woonwijk afsteken. Van hier, dat is 280 meter hoog. Ja. En die leuchteffect, dat is 80 meter breed. Ne? Dat wil jij hebben? Tuurlijk wil ik dat hebben. Maar dat gaan wij hier straks af, de 80 meter. Waar gaan we zelf staan dan? Ja, zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Natuurlijk, lekker dichtop. Op, dat is niet mijn keer toch? Luc lijkt als een kind zo gelukkig met de score van vandaag. Dus rijden we naar een verlaten plek in de Poolse bossen om dit vuurwerk af te steken. Daar gaat het tenslotte allemaal om. Er liggen nu een hele hoop vuurwerkbommen in onze achterbak. En dat zit me toch niet helemaal lekker. Oké, deze krankzinnige buis, die moeten we in de grond zetten. Ja. Dat is die grote, hè? Ja. Dat is lekker, dat gaat goed zijn. Ja, het is mooi. Ziet er mooi, hè? Lekker groot. Je zal misschien wel denken van, hé, dat is mooi, dat wil ik mijn auto nieuw ook, maar ja. Deze ben ik een beetje bang van. Dit is de grote, die gaat in deze buis. Titanium solutie, 5 inch. Knalt ook lekker hard. Ik vind het echt ziek, hoor, dat jij dit leuk vindt. Nee, het is hartstikke mooi. Je zal het wel zien straks. En je vindt het hartstikke leuk. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik dat ik wel al mijn vingers ga behouden? Jij hebt in principe geen kennis ervan. Maar nee. Ja, als je gewoon doet wat ik zeg, dan moet het allemaal goed komen. Mijn lot ligt in jouw handen, Luc. Nou, dat komt wel goed. Mijn hand ligt in jouw lot, kan ik beter zeggen. Ook, ja. Ja, en anders weer gecremeerd of begraven worden. Dan ben ik tot in de lucht, nu meteen. Dat ken ook. Deze maar doen dan. Ja? Grote pot, gelijk knallen. Kom. Ja. Als ik hem aansteek, welke kant moet ik dan op? Terug richting de auto, dat is goed. Kijken we even iets verder. Deze unit valt onder het zwaarste siervuurwerk van Europa. Moet ik echt heel erg opschieten? Gewoon zo en weglopen. En aan mij de zogenaamde eer om het af te steken. Ja, dat was de finale. Hoe vond je het? Mooi hoor. Ja toch? Echt mooi. Wat dacht je nou waarom wij hiervoor naar buitenland toe gaan? Nou, dat is nog een stapje te ver. Dat ik begrijp dat je daarvoor naar Polen rijdt. Maar ik vond het wel echt super mooi. Zullen we dan zo deze doen? Ja. Hoppada. Een kilo aan flitspoeder.
Moeten we echt rennen bij deze? Ja, je moet wel bij rennen. Gaan jullie mee? Ja. Oké, kom. Ja, ik zie ook gewoon niks. Het is pikken donker hier, joh, in dit bos. Lekker. Is dat goed? Luc, ja? Wat voel je nou? Heerlijk, adrenaline, echt. Diepe, doffe dreun, dat is echt gewoon een lekkere. Dat is gewoon een heerlijk gevoel. Wat vind jij ervan? Ik vond er niks aan. Nee? Nee. Het is gewoon een knal. Legaliseren in Nederland? Nee, maar ik hoorde gewoon een hele harde knal. Ja. Heb jij een oordop in of niet? Nee. Oké, nou ja, dat is toch heerlijk? Ik vond het echt kicken. Kom, we gaan de volgende doen. Kijk, die vorige vond ik echt mooi, maar hier zag ik gewoon een ding. Ik hoorde gewoon een hele harde knal. Ja. Ja, we doen even een cobraatje. Okay. Zullen we doen? Ja. Kom. Ja? Al snel zie ik Luc transformeren tot zijn alter ego Vuurvent. Knalvuurwerk dat in Nederland zwaar illegaal is. Torno, 120 zilver. Dat hij geniet van het zware siervuurwerk, daar kan ik zeker een eind in meegaan. Is een kleinetje hoor. Maar met deze harde vuurwerkbommen, ja, daar heb ik nog steeds helemaal niks mee. Jezus. Die voelde je, hè? Ja. Lekker, toch? Ik heb helemaal sterretjes voor mijn ogen. Ja, die flits, er zit zoveel flashpoeder in. Die flits is zo hevig, dat je echt een soort van flits even voor je ogen blijft zien. Het lijkt wel alsof ik een beetje aan het flauwvallen ben nu. Is dit mooi wat hier uitkomt? Het is heel mooi. Zelfs jij vindt het mooi. Heel mooi. Ja, toch? Die bloemenachtige, ja, echt vuurwerkdingen vind ik wel veel leuker dan die knallen. Ja, het ligt maar net wat jij mooier vindt. Ik vind het ook mooi dit. Ik vind het beide mooi, dus. Ik heb dus nog iets achter in de auto meegenomen. Oké. Okay. Want kijk, nu zijn we dit gewoon aan het afsteken. Ja. Maar ik dacht ook, wat nou als ik straks met de auto nieuw in mijn straatje sta en mijn buurman steekt dit af en ik sta er toevallig naast. En daarom heb ik mijn fictieve buurman meegenomen in de auto. En Luc is de beroerste niet. Hij helpt me om van de buurman een potentieel slachtoffer te maken. In de zak van zijn hoodie stoppen we een Italiaanse ui. Zoals we zo doen. Qua kracht is dit vuurwerk vergelijkbaar met de beruchte cobra. Ja. Want of je nou een vuurwerkliefhebber of een niks vermoedende voorbijganger bent, je wilt echt niet dichtbij staan als dit ding afgaat. En zelfs een vuurvent vindt het een beetje eng. Ik dacht wel van, nou ja, oké, er gaat een stukje van af of zo, maar ik zie gewoon een hele pop uit elkaar knallen. Hé, hey Luc. Ja. What happened? Hij is weg. Jeetje, hé. Ja. Dat had ik echt niet verwacht, hè. Kijk nou. Helemaal gort. Ja. Ik dacht, er gaat wel een stukje van af. Nee. Of een stuk hand, of een scherf. Geen, maar hij is helemaal... Ja. Hij is helemaal aan... Het is geen kinderspul. Te... Nee. Zijn hele ingewanden zouden eruit liggen, dus... Hij zou helemaal... Ja, hij zou gewoon dood zijn. Maar daarom is het dus ook illegaal. Dat is ook wel zo, maar ja. Je wil niet dat je buurman, die er niks van af weet en twee flessen wijn achter de kiezen heeft, dit dan doet met oud en nieuw. Dat is dat zo. Dat begrijp dat ik zo. Wel. Heftig, hè? Ja, zeker. Hey, als mensen ons hier zien in dit bos, met een... denken ze echt dat we in het schieten zijn en daarna met een lijk aan het sjouwen. Ja. Waar ga je heen? Er ligt hier nog wat. Dan leg mijn arm. Stukje arm. Door vuurwerk veranderen deze mannen weer in kinderen. Heerlijk. De kaarden knallen, de truit dampen en iets stiekems doen. Daar krijgen ze een enorme adrenalinekick van. En soms leidt het zelfs tot orgastische hoogtes. Die heftige vuurwerkbommen, die voel ik nog niet zo. Maar dat prachtige siervuurwerk zorgt er wel voor dat ook ik weer uitkijk naar Oudejaarsavond. Ik wens iedereen een mooie jaarwisseling. En mannen, kijk in godsnaam toch uit met die knallers. Bij AfroTros.